Het is weer de tijd dat ik ga enchanten. Ik ga gewoon mijn zwaard enchanten. Heel erg benieuwd welke enchantments ik krijg. Pin of Orthopods 5. Ja, die wil ik altijd wel hebben op mijn zwaard. Is heel erg handig. En oh ja, Knockback. Dit wil ik ook heel erg graag op mijn zwaard. Zo'n gouden pickaxe, die gaat echt heel erg lang mee. Kijk, ik ben nog steeds steentjes aan het hakken. En de pickaxe is nog steeds niet kapot. Gouden pickaxes zijn de beste pickaxes in het spel. Kijk eens hoeveel ik heb kunnen hakken. 3 emeralds voor 1 cactus. Ja, waarom niet? Ik ga voor deze trade. Ik zie echt niet in waarom ik het niet zou doen. En we hebben nu 1 cactus, dus heel erg fijn om met jou zaken te doen. Oh nee, Fortune 3. Ik wil helemaal geen Fortune 3 op mijn pickaxe hebben. Ik gooi de pickaxe ook al meteen weg. Oh nee, mijn inventaris zit vol. Nu moet ik wat troep weggooien. Oh ja, de diamonds mogen wel weg. Die zijn toch niet nuttig, dus die gaan de lava in. Nu kan het item wel in mijn inventaris. Een Phantom is mijn favoriete mob in de game. Ik hak altijd de boom om mijn pickaxe, zoals het hoort. Ah, de regen. Ik hou van regen in Minecraft. Nu kan ik de regendans doen in Minecraft. De enigste reden waarom ik Minecraft speel is om seeds te zien groeien. Seven hours later. Ah, een silvervis spawner. Ja, die laat ik gewoon staan. Die zijn heel erg handig, zo'n silvervis spawner. Ah, een skeleton spawner daarentegen. Die zijn echt totaal niet handig, dus die haal ik al meteen altijd weg. Even kijken, wat voor item is dit? Een elytra. Wat moet ik nu met een elytra? Ik kan niet inzien dat ik dit ooit moet gebruiken, dus ik gooi het meteen weg. Eindelijk na een lange avontuur zie ik daar een kist. Wat zit erin? Ah, gewoon maar gouden appels. Ja, die laat ik daar gewoon zitten. Eten is toch niet belangrijk in het spel. Zwaartekracht in Minecraft is echt heel erg logisch.